Na een hele succesvolle aflevering, mede door Ronald van het game, van een gamekanaal, dat is het, ja. Dacht ik van, jullie willen dit zo graag, dan moet ik een nog succesvollere YouTuber vragen dan Ronald. Nee. Het is Duncan! Oh, ik ben Duncan en ik ben nog succesvoller dan Ronald. Welk ding gebruik jij voor die dingen? Je lijkt Jerry, die heeft die dingen ook allemaal. Nee, niet nog een keer doen! Want waar heb je het over? Op mijn PC. Oh, echt? Een programmetje, man. Ja, joh. We gaan vandaag bingo doen. We hebben al één ding af mogen vinken. Want die biome hoeft helemaal space. Niet eens... Ja, want die hoeft hier helemaal niet eens in de buurt te zijn. Maar dat is een jungle zeppelin. Ik vond het leuk om te horen. Jij hebt de video al gekeken. Of althans, je hebt de video voorbij zien komen. Dus je weet een beetje wat de bedoeling is, denk ik. Moeten we één rij of volledig vol? Wij gaan voor full house. Echt? Ja, we gaan echt voor full house. Oh jezus, dat is wel heel veel. Nou, weet je, prima. Nou, met Ronald waren we in een half uur klaar, dus... Ja, oké. Nee, de laatste bingo die ik heb gedaan was anderhalf uur, dus dat was echt verschrikkelijk. Ik zou je sparen. Nee, is niet nodig. Oké, succes. Succes? Ja. Let's go, doei! Ja, let's go! Oh, ik heb helemaal niet zo goed gekeken naar mijn ding, maar goed, maakt niet uit. Ik heb al meteen de eerste. Wat is de eerste dan? Oh, shit. Zo, ik heb mijn eerste. Je hebt trouwens zeker redstone niet... al. Nee. Maar je ziet niet wat ik heb in... Jij ziet... En ik zie niet wat jij hebt. Dus dat is het leuke. Maar... Oh. Iedereen ziet natuurlijk wel gewoon jouw gameplay. Juist. Ja, ik kan gewoon even lekker rechtermuisknop doen. Is de goede aanvinken, toch? Of niet? Nee. Hij vinkt automatisch alles aan. Oh, echt? Ja. You found crafting table. Yes, very nice. Dat is zeker die ene die jij had, of niet? Nee, ik heb al een blokje wol. De juiste kleur. Oh, sneaky. Hoezo nou weer sneaky? Nou, omdat ik niet wist welke kleur wol we moesten hebben. Wit. Oh, maar dat is echt easy. Ja. Het wordt wel donker, Vince. Ja, daarom, het is best easy, de wol. We doen geen slash heal, we doen geen slash dingen die Ronald wel deed. Jij en ik spelen eerlijk, dat weet ik nou al. Is slash heal een echte command? Ik wist dat niet eens. Ja, slash heal is een command. Oh. Maar Ronald die heeft alleen maar slash heal gedaan en slash palm point en slash dit en slash dat. En Sneaky Ronald. Die heeft gewoon zichzelf vermaakt met OP. Oh, hey, ja, verrekt. Ik zal wel even creative mode ingaan. Ik heb er al twee. Nee, joh. Lekker, ja. Ik heb er al meer dan dat, ha. Oh, dat is minder lekker. Moet ik dat even ook elke keer vertellen, zodat Eva het makkelijk kan editen, of niet? Nee, hoor. Oké. Gaan we gewoon lekker spelen. Succes, Eva, met editen. Hoppa. Oeh, jackpot. Ja. Zo dan. Heb je nou al zoveel? Ik heb echt... Oeh, ik heb allemaal dingen. Ik heb nog helemaal niet eens nagedacht wat ik wil gaan doen eigenlijk. Ik heb nog helemaal geen tactiek. Slecht, hè? Nou, ik had ook niet echt een tactiek. Maar ik heb wel... ik ga best wel lekker. Oh. Yes! Cool. Oh! Ligt... Ik ga echt best wel goed hier. Kijk nou even naar mijn kaartje, joh. Hoeveel heb je er al dan? Oeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in totaal. Oh, netjes. Goed, hè? Ja, weet lekker. Best wel. Lekker. Mooi. Even kijken. Zo. Hop. Zo. Maar ik wil gewoon niet dood. Ben ik al mijn spullen kwijt als ik dood ga? Of staat keep inventory aan? Dat weet ik niet. Oh jee. Keep inventory true. There you go. Lekker Duncan. Jij weet hoe het moet. Wist je al dat ik officieel top 5... Of nee, top 8 beste Minecrafter ter wereld ben? Wee, yo. Mag ik je handtekening? Nou, ik doe daar dus niet meer aan, omdat iedereen altijd vraagt om een handtekening. Verdorie. Mag ik dan op de foto? Nee. Oh. Ik ga trouwens even iets doen. Oh, daar ben ik echt heel goed mee bezig. Wat ga je doen? Oh shit, nog één. Nou, jij hebt dus een bepaald item nodig. En ik heb dat bepaalde item al nu 2 keer gefixt voor mezelf. Ja. En ik heb nu het juist zo gedaan dat jij het item niet meer kan krijgen. Ah, oh, ik weet wat je hebt gevonden. Wat dan? Zeker die wildberries, of niet? Nee, het was goud. Het was zo'n goldblock bij zo'n portal. Oh, die. Oh, heb je zo'n portal gevonden? Ja joh, echt vlak bij de spawn. Meen je niet. Ik ben alleen heel bang dat ik dingen mis. Omdat ik gewoon... Ik ben echt wild aan het rondrennen. Nee, dat ben en ik heb niet eens heel goed naar de kaart gekeken, want ik ga nu weer dood.
Nou, dat ben ik nou weer net niet aan het doen. Ah, oh, fiets. Ik mis spullen. Terug. Kikken. Ik moet deze hebben. Daar is dit, dit, dit. Oké. Okay. Dan ga ik wel van die kant op, denk ik. Oh. Nee, joh, dit wordt wel spannend. Ik sta nu op 5 punten in mijn score. Het is nog niet heel hoog. Oké. Dat is wel oké. Okay. Ja, ik moet gewoon even meer hout hebben en gewoon überhaupt overleven, want ik ga bijna dood. Zo. Kijk, die hebben we dan al. Nu moeten we deze nog even maken. Zo, hebben we die ook. Zo. Die kan weg. En dan kan die hier. Die kan weg, zei ik. Zo. Zo. Oké, ik ben op zich... Fiets, ik wou nog wat maken. Dammit. Ik ga gewoon hierheen. Moet ik hierheen? Nee, ik moet hier niet heen. Huh. Ben je allemaal doen, jongen? Ja, ik probeer te vechten met een babybeest. Nou, oké, top. Babyzombie. Nu ben ik weer bij de spawn. Oh, je bent dood! Ja, nee, maar heerlijk, want ik wou eigenlijk deze kant op. Ja, dat zeg ik dan ook altijd. Ik ga gewoon stiekem, ik wil eigenlijk gewoon die kant op. Dit was het deel van mijn strategie. Oh, verrekt. Ik zie wat jij hebt gevonden. Hmm. Wat? Hoe weet je dat? Omdat ik je... Oh, je hebt de portal. Ik zie je portal. Ik zie er echt een hele toren bij gebouwd van hout. Ja, ik ben dood. Ah. Oh, dit had een item moeten zijn. Een pumpkin. Ik kom gewoon random een pumpkin tegen. Oh, dat is wel luxe, ja. Zo, stel dat je pumpkin moest hebben. Dan had je wel echt... Dat was wel echt pok. Weet je wat? Ik ga ook gewoon zieke strategieën doen. Ik heb 500 crafting tables. Dat is mijn eerste strategie. Zo, jeumig. Ik ga gewoon een boot maken. Ik ga vet ver varen. Lig je aan zo'n groot water dan? Nou, ik heb hier wel een groot stuk water. En ik denk dat aan de overkant misschien nog wel iets ligt wat ik kan benuttigen. Dat is wel lekker als je zo'n groot stuk water... Ik zit alleen maar in het zand te spelen, joh. Ik kwam iets tegen op de kaart. En ik dacht eraan niet aan om het mee te nemen. Maar ik ga het nu wel pakken. Ik ben de map een beetje aan het slopen. Oh, prima, joh. Is toch niet mijn map, hè? Is ook niet mijn server, nee. Bedankt. Ik heb hem. Serieus? Oh, ik vergeet iets. Wat dan? Nou, wij zitten zo te zeiken over een desert. Heb je wel überhaupt een cactus meegenomen? Tuurlijk. Tuurlijk? Ja, nee, zeker? Net. Ik ga net zo'n cactus of zo'n desert uit. Laat ik die cactus gewoon allemaal staan, joh. Helemaal vergeten dat überhaupt op de kaart staat. Thanks voor de tip. Vriendelijke reminder. Heel goed. Geen probleem, we moeten elkaar toch een beetje helpen, dat hè? Dat is waar. Als je mij nou de rest van de spullen geeft die ik nog niet heb, dan help je me echt. Nee, stik in je huig. Oh, verdorie. Ik ga de rest allemaal fixen voordat jij ze hebt. Want je gaat alle cactus uit de desert halen. Nee, zo bedoel ik het niet. Oh, damn it. Lekker. Ik zit gewoon heel erg na te denken van hoe ga ik makkelijk aan bepaalde items komen zonder te veel tijd eraan te besteden. Want bijvoorbeeld, je hebt dan de diamond hoop van hoe ga je aan diamonds komen zonder dat je de hele tijd op niveau 11 gaat minen voor een half uur. Ja, je moet eigenlijk met een... Zit er een diamond hoe in? Oh ja, verrekt. Nee, joh. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon net muscle hebben. Oh, de world border. Oh nee. Heb je de border gevonden? Ja. Lekker. Hij is bij het water. Dat is niet zo heel chill, want dan ben ik dus blijkbaar de verkeerde kant op gegaan. Oké, hopelijk werkt dit een beetje. Oh, verrekt. Ik moet dat ding ook nog maken. Dus Jacco heeft deze kaart in elkaar gezet, is wat je zegt. Jacco is schuldig. Oké. Als ik niet win, Jacco, ga je opzoeken. Ik heb een idee. Oh, vertel. Mijn idee is daar, voor de kijker even. Oh, oké. Ah, ik word rijk, jongen. Oh, oké, gaan we. Dit is negatief. Damn it. Kom op. Yes! Oh, wat goed. Oh, moet ik dat... Oh, nee, oké. Wat is er? Niks. Ik had even wat tijd nodig om rustig te ademen. Bijna dood? Lava? Nee. Tuurlijk niet. Ja, nou ja. Zie je me voor aan, joh. Ja, ik heb geen idee. Iedereen houdt toch wel een keer van een beetje lekker zwemmen in de lava. Heerlijk. Dat is wel waar. Top, staat gewoon met dinges. Hartstikke idee. Karim. Zo. Nou, lekker. Ja, ik gebruik ook altijd dat boekje eigenlijk. Ik heb geen zin meer om alles zelf in te vullen, maar daardoor vergeet ik dus recipes. Dat is super dom. Had de vorige keer met Ronald, jongen, hadden we zoveel rare dingen dat ik echt dacht van... Wie bedenkt het om dit op zo'n kaart te zetten?
Echt, wie bedenkt dit? Jacco is kwaadaard. Oh, ik heb iets gevonden wat nog meer nuttig is dan net. Oh, mijn god. Echt? Ja. Oh, en ik ga trouwens even... Ik neem even mijn momentje van de shine. Ik ga even een trucje delen die ik van TikTok heb. Oké, mensen. Ga je ook een dansje erbij doen of niet? Die tu-tu-tu. Nee. Wacht even. Wat je dus doet, kijkers. Als je in je chunk 9-9 gaat, zoals in beeld staat... en je gaat nu naar beneden graven... Let op, hè. Let op. Wacht, hij doet het niet. Nog eentje. Ah, kijk eens. Oh, wat goed. Wat is het dan? Au. Mijn dood. Echt? Nee, niks hoor. Wat voor trucje heb je van TikTok geleerd dan? Ben wel benieuwd. Of was het allemaal een leugen? Nou, weet je wat? Ik ga het gewoon vertellen. Als je dus zo'n sea treasure map hebt... en je gaat graven, dan moet je op je chunk coördinaten 9-9 zitten. Echt? Dan zit je altijd boven de kist. Oh. Dat werkt altijd. Damn. Heb jij een treasure map gevonden? Ja, joh. Dat is wel lekker. Nu heb ik een diamond hoe. Niet. Ja, echt. Ik heb ook een fishing rod, dus ik kan nu aan clownfish komen. Je weet nooit wat ik heb gevonden. Je raadt nooit wat ik heb gevonden. Een spruce biome. Een village. Oh, nice. Daar heb je ook wel veel aan. Nou, ik denk niet dat dit de beste strategie is om nu te gaan vissen eigenlijk. Hoe kom je aan een clownfish makkelijk? Het is gewoon alleen vissen, toch? Oh, nice! Nee, Vincent, niet doen. Tuurlijk! Oh, shit. Dit is huge. Wat doe je? Hé, ja, ik heb hele goede vondst hier gedaan. Oh, nee. Kan ik zien hoe ver jij bent? Nee, dat kan zeker niet. Oh, man. Even kijken. Maar wil je wel delen wat jouw score is, of niet? 11. Oh, ik 10. Maar ik denk dat ik hem nog wel kan winnen. No kidding. Hoppa. Zo. Ik heb 11. Ha! Ha! Nice. Comeback. Dit is heel chill. Ga ik dit doen? Ja, YOLO. Perfect. I need to strategie myself nu. Ik denk dat ik dit kan doen. Deze weg. Oh, wat een mazzel dat ik in één keer een village tegenkwam, zeg. Ja, dat is wel luxe. Ik zat net ook al de hele tijd te kijken naar villages. Maar dat geluk heb ik nog niet gehad. Dammit, hoe ga ik dit doen? Maar ik ben nu ook echt heel erg aan het plannen van wat ik ga doen qua volgorde. En ik denk dat wat ik nu ga doen, dat het best wel goed gaat werken. Kom op, iemand. Please, jongens, pak dat ding. Zit je te traden, jongen? Tuurlijk ben ik dat aan het doen. Dat vind ik geen goeie van jou. Dus ik hoop niet dat je me vindt, want dan ben ik echt een pino. Dan heb je gewoon mijn village gevonden. Nou, ik denk dat wij dus hele verschillende kanten op zijn gegaan. Dat denk ik ook, ja. Even kijken. Dus waarom heb jij zulke vervelende trades, meneer? Wat probeer je te doen? Ja, ik moet toch... Als je gaat traden, wat is het eerste wat je moet zien te fixen? Emeralds? Emeralds, tuurlijk. Oh, stond Emeralds op het lijstje? Nee. Oh. Echt niet? Ik heb hier... Ah, fiets! Nee, ook niet. Nee. Even kijken. Wacht, nee, jawel. Wacht even. Zo. Oh, mijn god. Nee, wat fiets. Goed. Hoe werk ik dit nou weer? Nee, shit, fiets! Dammit! Ik zit vast! Help! Mijn brein werkt niet. Oh, Vincent. Mijn brein. Oh. Hoppatee. Damn it. Ik moet ook even wat dingen gaan weggooien hier, want dit schiet ook niet op anders. Oh ja, ik weet alweer hoe het moet. Mijn brein laat me niet in de steek. Kom op. Oké, wat goed. Hak hem door het midden. Als ik dit goed doe, dan kan ik dingen krijgen die er niet zijn. Wat? Ja, ik fix dat. Ik ben trouwens ook heel ziek bezig hier. Ik ben namelijk... wacht even. Waarom kan ik hem nou niet maken?
dacht dat dit de recipe daarvoor was. Ah, nou, blijkbaar wel. Oké, even kijken. Hoe ver zijn we nou? Ik ben best wel fair, al zeg ik het zelf. Echt? Heb je zoveel punten al? Jeppers. Niet. Ik moet alleen even goed gaan nadenken hoe ik een bepaald item kan verkrijgen. Welke wil je hebben? Oh! Ik heb iets gevonden! Wat dan? Dat begint met een V. Een forest. Nee, dat begint met een F trouwens. Een village, heel goed. Heb je een village gevonden? Ik heb een village gevonden, joh. Toch niet mijn village? Nou, dat weet ik dus niet. Is jouw village met een enorme grot er dwars doorheen? Nee. Oh, hebben we allebei een village gevonden? Ja, allebei een eigen. Damn. Heb je een grote of een kleine? Nou, ik schep niet graag op over de grootte van mijn villages, oké? Okay? Lopen ze er allemaal met de broek uit dan, of hoe zit het? Ja, geen idee, maar ik ben wel even allemaal dingen aan het roven zodat jij het niet hebt. Damn. Ik heb wel een bed trouwens, dat is wel relaxed. Zullen we even slapen zometeen? Ik zit al in de grot, joh. Heb je een bed, of niet? Nee, ik heb geen bed bij me. Kan je helaas Droevig. Niet verder helpen. Droevig. Oké, okay. Sorry. Nou, helaas. Spijtig, hè? Maar wat doe je in een cave? Ben je aan het minen? Ja, tuurlijk. Ik moet nog dingen verzamelen uit de mine. Diamonds, bedoel je? Ja, diamonds. Moet nog gold vinden. Oh, je kan gewoon in je eentje slapen. Oh, echt? Oh, ja, shit. Dat werkt. Nou, relaxed. Ik lag nog niet eens. Wacht even. Ik zit vast in een boot! Oké. Zo, ik de moet paniek, deze jongen. Oh. De paniek was te horen in je toetsenbord. Ja, nee, echt. Yeah, let's go. Ik heb iets van de kaart gepakt en ik heb het echt heel snel gedaan. Maar ik was ook een beetje in paniek, ja. Oh, zo. Ik werd aangevallen door een pufferfish, oké? Okay? Oh, in het water. Ja. Oh, je hebt zo'n tropical fish gepakt. Ja, precies. Ik kwam tegen. Zo. Ik hoef nu nog maar 4 items. Dan ben je al klaar? Meen je niet, ik zit nog steeds op 12. Kijk, er zit natuurlijk wel een border aan, hè. En je weet ook zelf hoe biomes spannen. Mhm. Zo. Oké, okay, dat kan ik wel doen. Nice, nice, nice. Ik wist het. Wat? Heb je iets goeds? Ik heb een cave gevonden. Oh, nice. En daar hebben we de eerste goud. Oh. Dit is niet heel relaxed. Ik ben weer bij de watertempel en ik wil niet te dichtbij komen. Want weet je wat er gebeurt als je dichtbij komt, Vincent? Ga je mind fatigue krijgen. Juist hem. En dan ga je af. En ik kom er nu achter dat ik iets heb gemist wat heel waardevol was. Heart of the Sea? Nee. Nee, die had ik al kunnen pakken, maar die heb ik laten liggen, want die is niks waard. Nice. Oh, is dit dezelfde dingen zoals net? Nee, dat meen je niet. Ben je rondjes aan het varen? Nee, ja, de schatkaart die ik net heb gepakt, die leidde me naar een schatkist die ik al heb gedaan. No. Super stom, dus ik heb net vet veel tijd verspild om terug te gaan. Ik mag niet doodgaan, joh. Ik ben nu zo hard aan het survivalen hieronder in die cave. Kom op. De kans dat je zo random een village tegenkomt is echt zo bijzonder. Ik zit echt te zoeken naar één specifiek item. Ja. De hele tijd. Ik ben echt aan het jagen, maar het lukt me gewoon net niet om het voor elkaar te krijgen. Wil je ook zeggen welke, of niet? Ja, één diamond. Eén diamond? Maar ik ben niet aan het minen, dat is het ding. Maar waarom ik doe wil je alles zonder diamond? Te minen. Zodat ik een pickaxe kan maken, zodat ik obsidian kan krijgen. Oh, frek, moeten we dat ook nog doen? Och, obsidian verdorie! Obsidian staat op de kaart. Ja. Die heb ik helemaal nog niet eens doorgehad. Je hebt 5 diamonds totaal nodig en ik heb er 4 gehad in totaal. Kan je diamonds krijgen van een village? Is mijn vraag eigenlijk. Nee, tenzij je het in een blacksmith huisje vindt volgens mij. Ja, klopt. Oké, wat moest ik nou ook weer maken? Een schep. Oh, yes! Oeh. Dit is goed. Je hebt een random diamond gevonden. Nee. Oh. Nou, trouwens, misschien dat het niet zo yes is, maar ik heb een beetje yes. Want? Nou, ik denk dat ik iets heb gevonden wat we nog niet hebben gevonden allebei. En dat is? En dit zou zomaar... Ja, een tempeltje.
Zandtempel. Oh. Dat is wel nieuws. Ja, hij is niet looted. Hoppa. Gewoon in een desert. Ja. Vind jij gewoon even een tempeltje? Ja, dat is de tweede van vandaag. Lekker. Als ik hier een diamond vind, dan nee, ben ik... Nee, volgens mij zit er geen diamond pickaxe. In. Oh! Ik ben wel droevig. Meestal zitten daar geen diamonds. Ik wil je niet teleurstellen, maar ik doe het toch. Nee, maar de kans is er wel. De kans is er. Hij is er, maar de kans is wel heel klein altijd. Ja, maar weet je wat nog meer klein is? Die villetjes van je. Weet je, jij moet zeker nog TNT, of niet? Staat die er ook op? Yep. Ja, die moet ik ook nog. Ja, die heb jij ook al. Ja, die heb ik die ligt onderaan eventjes, de tempel. Mooi, ja, daarom. Damn it. Heb jij een minimap? Nee, die heb ik uitstaan. Oh, ja, ik heb hem wel aanstaan. Ik hoop niet dat je dat erg vindt. Ja, ik heb hem niet gebruikt om bepaalde dingen te vinden. Nee, joh, no hakkerino. Boeien. Berry. Waar zijn de berries? Oh, nee. Oh, ik dacht, heb je echt? Ik dacht echt van, nee, je hebt het. Nee. Ik moet een nieuwe strategie gaan vinden om mijn laatste items op te pakken, want... Ja, ik heb berry is moeilijk, ik moet nog obsidian en ik moet redstone. Derde village, jongen. Nu al de derde? Heb jij een desert village? Ik heb een desert village, ja. Bij de world border ook? Ja. Oh ja, dan ben je hier geweest, joh. Hey, je hebt diamonds. Gefeliciteerd. Ik weet waar. Binnen aan het lopen. Is heel klein, of niet? Ja. Oké, ik ben op zich best wel steady voor mijn gevoel eigenlijk. Qua alles wat ik heb en wat ik wil en wat ik wil doen. Ik vind het zo stom dat ik zeg maar 1 diamond tekort kom. Wat is er? Ja hoor. Ja, ik heb diamonds. Niet. Ben je gewoon naar beneden gegaan en gewoon diamonds gevonden? Ik heb gewoon even op niveau 11 gaan minen, X-ray aangezet, al die zooi. Hoe krijg En ik jij... heb redstone. Zo snel diamonds, dat is ongelooflijk. Ik zit hier al weet ik veel hoe lang in die grot te puzzelen. Meerdere gangen naast elkaar gemaakt. Nummer 11 Minecrafter van de wereld, hoppatee. Of nummer 8. Dat was lekker hoor. Spanning is om te snijden, Vincent, kom op. Hotstuk, kijk daar gaat hij. Ach. Ja, maar ik heb nu mijn lava bucket heb ik meegenomen, want ik heb geen water. Oh, echt? Dus ik moet eerst water gaan vinden. En dan moet ik het minen en dan heb ik de obsidian. Nou, wel lekker. Je hebt het in ieder geval. Yep. Damn it. Ja, dit ga ik niet winnen. Nooit van mijn levensdagen. Zo, even hakken. Ik vind het zo vervelend dat obsidian echt letterlijk 10 seconden duurt om te hakken. Ah. Zo. Ice Bucket Challenge. Lekker hoor. Yep, dat is hem. En ik nomineer bij deze... Niemand. Berries. Echt? Berries. Oh. Ik moet berries... Nee. Ik moet berries vinden. Dat is het laatste objective. Ik dacht, je hebt ze nog gevonden ook. Zou ik mijn tactiek aan je verklappen? Of niet? Ja, als jij dat wilt delen... Ik heb de tactiek hoe je die berry heel snel krijgt namelijk. Wat dan? Gewoon in een villager met een butcher en dan heb je hem binnen no time. Een villager met een butcher? Oh! Ja, gewoon een smoker neerzetten en je hebt hem binnen... Nou, ik denk 5 minuten treden heb je hem al. Ik wil je ook beste winst geven. Nee. Hoezo nou weer nee? Je hoeft alleen maar een berry. Ik heb nog geen tropical fish gevonden. Ik heb nog geen obsidian gevonden. Ik heb nog geen diamond. Ja, oké, ik heb 1 keer diamonds al gevonden, maar... Nou, wat is jouw score nu? 14 nog maar. Oeh, ja, oké. Ja, weet je, het is aan jou. Als jij wil opgeven, dan Nee, ik geef hem niet op, maar ik geef jou gewoon de eer. Als je mijn tactiek doet, heb je binnen 5 minuten. Nou, dat ga ik niet eens redden. Nee, dat is wel waar. Stel dat jij gaat traden nu, dan heb je hem binnen 5 minuten, dus... Eigenlijk, dat toen ik je de tip gaf, had je nu eigenlijk in feite al klaar kunnen zijn. Dus nee joh, dat red ik nooit. En dan moet ik ook nog die biome gaan zoeken waar die village zit. Dan moet ik daar nog mazzel hebben. Dan moet ik nog een paddenstoel vinden. Dan moet ik nog obsidian gaan hakken. Oh mijn god. Oh. Ik heb letterlijk obsidian gevonden in een kist. Niet. Nee, echt. Ik maak geen geintje. Precies nu. Het is, al, oh, je hebt ook, het is wel een beetje jouw geluksdag, hè? Potverdorie. Ja, zo, hé. Tjonge. Kijk dan, zit wat jij wil. We kunnen het hier callen. Ik heb ook een nieuwe village gevonden, dus... Full iron, ik ben gewoon dood. Nou, Duncan, bij deze van harte gefeliciteerd. Oh. Doe maar slash bingo, cheat mode. En je mag het laatste fuckie afvinken. Oh. Ik ga jullie allemaal bedanken. Cheat, ja, jij mag de cheat mode doen.
Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Duncan heeft gewonnen. Check zijn kanaal in de beschrijving. Druk op duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En ciao.